Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. Ik heb besloten om al mijn aandelen van Tesla te verkopen. In deze video leg ik uit waarom ik dat heb gedaan, dus laten we maar gewoon snel beginnen. Als je eenmaal een aandeel hebt gekocht, dan is het natuurlijk ook taak om je te blijven verdiepen. Steeds meer in te lezen om zodoende te blijven vertrouwen in het aandeel. De eerste video die ik maakte over Tesla, dat was op 9 september 2020. Toen stond de aandeelprijs van Tesla op $333 en op dat moment besloot ik ook in te kopen zoals ik aangaf in die video. Want in die periode, of beter gezegd vooraf aan die prijs, ging Tesla erg hard onderuit en ik had gewoon de verwachting dat de hype heel snel zou terugkeren en dat instappen helemaal geen gek idee was. Met bijna 100% rendement bleek dat dus ook het geval te zijn. Maar eind januari plaats ik ook al een video dat ik Tesla deels had verkocht. En je ziet het natuurlijk nu al voorbij komen. En dat was ook nog eens een goed besluit, want vanaf dat punt is het ook nog eens met 21% verder gezakt. Maar nu heb ik dus besloten om mijn volledige positie te verkopen. En met meer dan 100% rendement in minder dan 12 maanden tijd ben ik natuurlijk nog steeds erg tevreden met de keuze die ik heb gemaakt in september om Tesla te kopen. Kan ik het mis hebben en dat Tesla binnen een paar maanden op $1000 staat, dat kan altijd gebeuren. Maar na intensief onderzoek kwam ik gewoon tot een conclusie dat ik moet verkopen. Dus achteraf teleurgesteld zijn, ja dat zal niet echt logisch zijn. Want anders zou ik tegen mijn onderzoeksresultaten in een positie behouden door FOMO. En daar doe ik gewoon niet aan. En voordat ik ga uitleggen waarom ik aandelen van Tesla heb verkocht, mocht je op zoek zijn naar een broker om aandelen en ETF's te kopen, zelf maak ik gebruik van de Giro en Bux en ik zal voor beide een linkje achterlaten in de beschrijving voor de geïnteresseerden. Als je besluit te registreren via de link help je ook nog eens het kanaal en dat zal ik altijd waarderen. En bij Bux krijg je via die link in de beschrijving ook nog eens een gratis aandeel van tussen de 5 en 200 euro. Goed, Tesla. Het is natuurlijk een favoriet onder heel veel beleggers en dat snap ik ook wel. Het bedrijf aan zich is gewoon fantastisch. Maar het aandeel, ja dat is natuurlijk wel eventjes een ander verhaal. Er zijn namelijk hele hoge verwachtingen van Tesla. En betalen voor groei, dat is helemaal geen probleem, dat doe ik graag. Maar op dit moment geloof ik niet meer in de cijfers die ze moeten halen om de huidige waardering te kunnen verklaren. Laatste 5 jaar groeit Tesla gemiddeld gezien jaarlijks met 43% in omzet en dat is gewoon hartstikke sterk. Alleen hoe groter het bedrijf wordt, hoe moeilijker het zal worden om die percentages te behouden. En dat zie je ook goed terug als je kijkt naar de omzetgroei van Tesla. Het ging echt gigantisch snel, van $185 miljoen naar $944 miljoen, om vervolgens weer direct door te groeien naar $2,07 miljard. Maar daarna zie je natuurlijk wel dat de groei wat terugneemt. En dat is natuurlijk gewoon logisch. Het wordt steeds moeilijker om die percentages te behouden als je groter en groter wordt. En als we verder kijken, zie je dat de groei nog steeds sterk is, maar niet zo sterk als de jaren ervoor. En dat verwacht ik in de komende jaren ook, een daling in omzetgroei als we kijken naar het percentage. En trouwens, over al die jaren dat de omzet groeide, is er slechts 1 jaar geweest waar Tesla winst behaalde. En dat was vorig jaar met een net inkomen van $1,1 miljard. Maar zonder de subsidies vanuit 11 Amerikaanse staten was er een verlies gedraaid, want in 2020 kwam er $1,6 miljard binnen. Dus zonder de steun was er sowieso een verlies gedraaid van $500 miljoen. En de jaren daarvoor was er ook constant verlies, ondanks heel veel financiële subsidies vanuit de overheid. Maar laat het wel eventjes duidelijk zijn, Tesla blijft natuurlijk groeien. Ik denk niet dat er heel veel beleggers zijn die denken dat de groei nu ophoudt. En als we kijken naar de profit margin, de laatste 12 maanden ligt dat rond de 4%. Is dat normaal voor een autobedrijf? Ja, natuurlijk. Profit margin van Ford ligt ook rond dat percentage met ups en downs. Toyota heeft een stabiele profit margin van zo'n 6 tot 7% en ruim 90% van de omzet die Tesla draait komt vanuit de auto's. Dus het is ook logisch om dan die profit margin te vergelijken met andere autofabrikanten. De groei in omzet is dus in de laatste 5 jaar 43%, maar dat neemt wel af in de laatste jaren. En dit is een base bear bull case voor de komende 10 jaar. En voor de bear case ga ik uit van een omzetgroei van 15% per jaar, base case 20% en als laatste de bull case 25%. En dat zijn natuurlijk hele hoge verwachtingen. En Apple heeft op dit moment een market cap van 2,4 biljoen. En in de laatste 10 jaar is er een gemiddelde groei in omzet van net geen 10%.
Kijken we naar nog een gigantisch bedrijf waar natuurlijk Tesla naartoe wilt, dat is Microsoft. Laatste 10 jaar een groei van 9,1%. 25% omzetgroei over een periode voor 10 jaar voor een gigantisch bedrijf komt dus niet vaak voor. Profit margin in deze industrie is inderdaad zo'n 6-8%, maar ik snap ook dat er de komende jaren steeds meer technologie en software bij komt kijken, waardoor de profit margins hoger liggen. Maar er is natuurlijk op dit moment ook weer sprake van heel veel subsidies vanuit overheden, dus daar moet je ook weer goed bedenken. Maar laten we dan gewoon uitgaan voor een hoog profit margin. 8% voor de bear case, 10% voor de base case en 13% voor de bull case. Even ter vergelijking met andere autofabrikanten, Honda heeft een profit margin van 5%, Ford 3%, Toyota 8%, Volkswagen 6%. Dus de verwachtingen zijn pittig, maar dat mag ook wel voor Tesla, wat misschien wel de grootste gaat worden in deze hele sector. En PE ratio, ja, dat is wel een beetje een lastig verhaal. Nu heeft Tesla een PE ratio van 662. Dat is niet vol te houden. En al helemaal niet over 10 jaar als ze zoveel omzet hebben gedraaid en daadwerkelijk de grootste zijn ter wereld. Dus laten we nu gewoon heel eventjes kijken naar de grootste bedrijven op dit moment. Want Tesla is al een groot bedrijf, maar over 10 jaar moet het grootste bedrijf zijn. Dus dan kan je nu wel een goede vergelijking maken. Je kan bijvoorbeeld eventjes kijken naar de PE ratio van een Apple. Dat is 32. Voor Microsoft is dat 37. Voor Facebook dat is 30. En voor Tesla heb ik dus 30, 35 en 40 genoteerd. Aan de hoge kant dus. Tesla geeft ook heel veel nieuwe aandelen uit. In 2012 waren er 523 miljoen aandelen beschikbaar. Nu bijna een miljard. Dat is niet iets wat je graag wilt zien als belegger zijnde. En over de laatste 10 jaar is er dan ook sprake van een gemiddelde van 8%. Maar ik zal het opnieuw positief inschatten voor de komende 10 jaar. En laten we dan ook maar gelijk uitgaan van een heel hoog price-to-free cashflow ratio van 40, 50 en 60. Om weer eventjes de vergelijking te trekken met een heel groot bedrijf op dit moment. Apple heeft op dit moment een price-to-free cashflow ratio van 37. En dan als laatste free cashflow percentage van de omzet. Dat was vooral negatief de laatste 10 jaar, maar vorig jaar was er eindelijk in de plus, namelijk 6,7%. En laten we dan ook maar gewoon houden op 6, 9 en 12%. En misschien denk je wel bij jezelf, ja, dit zijn allemaal lage verwachtingen. 25% groei in omzet voor de komende 10 jaar komt dan neer op 320 miljard omzet. Ter vergelijking, Apple heeft nu een omzet van 275 miljard. Facebook nog niet eens 100 miljard. Ford, wat natuurlijk ook een autofabrikant is, 129 miljard omzet op dit moment en verkoopt nu bijna 10 keer zoveel auto's als een Tesla. Toyota draait een omzet van 250 miljard dollar. Maar in 2020 verkocht Toyota gemiddeld gezien elke maand 791.000 auto's. In een maand ruim 50% meer dan Tesla verkoopt in een heel jaar. Dus die groei in omzet van 25% voor de bull case over de komende 10 jaar is natuurlijk een hoge verwachting. En stel je wilt over de komende 10 jaar 12% jaarlijks rendement, dan zijn dit de prijzen die je moet betalen voor Tesla op dit moment. En het is natuurlijk direct duidelijk. Als Tesla volgens mijn allerhoogste verwachtingen presteert, dan is het nog steeds niet waard om vandaag de dag te kopen met de huidige koers van $660. Maar dat is het dus wel met verwachtingen. Iedereen moet dat voor zichzelf bepalen. Want je kan alleen voor jezelf bepalen of jij denkt dat 20% realistisch is, of misschien denk je wel dat 40% realistisch is. En zoals je net misschien ook al opviel, ik ging natuurlijk al uit van hogere percentages of hogere ratio's vergeleken met andere grote bedrijven of bedrijven in dezelfde branche. Denk ik dat Tesla flink gaat groeien? Ja, natuurlijk. Alleen kijkend naar de huidige waardering maakt mijn verwachte groei eigenlijk niet zoveel uit. Want de markt verwacht veel meer groei, te veel groei in mijn optiek. En wat gaat mijn toekomstplan dan zijn voor Tesla? Nou, voordat ik dat ga bespreken, vergeet zeker niet te abonneren. Als je vaker van dit soort content wilt zien, ik zal dat altijd waarderen en een like stel ik altijd op prijs. En het bedrijf zelf vind ik gewoon echt prachtig. Maar het aandeel, op dit moment vind ik het niet meer zo aantrekkelijk. Ik hoop dus ook in de komende jaren dat ik alsnog kan instappen, zoals ook heel veel mensen instapten bij Amazon toen het zakte van $100 naar $10 door de dotcom crash. Internet ging volgens de beleggers voor de dotcom crash de wereld veranderen. Dat deed het ook, alleen er was te veel groei in aandelenprijzen berekend, waardoor heel veel bedrijven keihard onderuit gingen, want de koers had helemaal geen connectie meer met de behaalde resultaten. EV is ook een nieuwe sector die de wereld gaat veranderen, al zal de impact natuurlijk niet zo groot zijn als het internet.
Dus ik verwacht eigenlijk een beetje hetzelfde scenario als in de periode dat internet aan het opkomen was. Het klopt inderdaad dat het de wereld gaat veranderen, alleen we moeten oppassen dat we niet te ver vooruitkijken met te hoge verwachtingen. Dus ik verwacht inderdaad ook wel een beetje hetzelfde scenario. Een flinke crash met dit soort aandelen in de komende jaren om vervolgens op normale waarderingen weer door te gaan. En er is natuurlijk nu al sprake van een flinke daling voor Tesla. Laten we dat gewoon niet vergeten, hè? Want een kwart van de aandeelprijs is verdwenen sinds de top van 8 januari. En voor heel veel beleggers is dat vervelend en ook in Nederland, want heel veel mensen bezitten Tesla in hun aandelenportfolio. Dus als ik kijk naar mijn eigen situatie, ja, ik kan mezelf op dit moment niet overtuigen dat Tesla de huidige waardering gaat waarmaken. Misschien denk jij van wel en laat het ook zeker weten waarom jij dat denkt in de comments. Het is altijd leuk om andere meningen te lezen of bepaalde verwachtingen. Maar denk er wel aan om altijd te denken aan spreiding in je aandelenportfolio. Ik vind het toch altijd apart als ik iemands portfolio zie en ik zie dat een bepaald aandeel meer dan 10% is van het hele portfolio. En je ziet zelfs bepaalde portfolio's dat één aandeel, dus een Tesla of een ander bedrijf, zomaar 20 of 30% van het hele portfolio is. Daar komt enorm veel risico bij kijken en dan maakt het niet eens uit wat voor aandeel het is. Want je hebt natuurlijk altijd aandelen in je bezit, omdat je hele hoge verwachtingen hebt, maar dat betekent natuurlijk niet dat het altijd uitkomt. Voor nu komen we wel aan het einde van deze video. Zoals ik al zei, laat zeker eventjes je mening achter over Tesla. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en als je vaker van dit soort video's wilt zien, vergeet het zeker niet te abonneren en ik zie je graag terug bij een volgende video. Later.